Dus Peter, ja, nu op zaterdagavond hebben we onze laatste thuiswedstrijd. Misschien een keer een moment om een keer stil te staan bij het overzicht van het seizoen. Wel, het seizoen is nu al geslaagd, denk ik. Voor het seizoen was een plaats in de linkerkolom de doelstelling. En ja, we staan op vandaag op één wedstrijd van de eindronde. Dus als we zaterdag Blankenbergen verslaan, is de eindronde een feit. Dan kunnen die ons niet meer bijbenen. Als we geen punten of één punt halen, is de eindronde eigenlijk nog ver weg. Want Bredene, die gelijk staat met ons, die hebben twee wedstrijden meer gewonnen. En die moeten nu wel naar Zwevenzele. Dat zal in principe nul punten erbij worden. Maar wij hebben natuurlijk die laatste wedstrijd op Oost-Tuinkerke. Die ook heel moeilijk gaat worden. Oost-Tuinkerke die eigenlijk bijna zeker is van de eindronde. Of al zeker, denk ik. Die echt gaat voor promotie ook. Hè. Dat is ook al bekend. Dus die gaan ons ook geen cadeaus doen. Want die hebben het hier moeilijk. Heel moeilijk gehad zelfs. Dus die weten dat ze aan ons in een eventuele eindronde een taai in klant zullen hebben. Dus ik hoop dat we hier zaterdag, hè, de echte topwedstrijd, dat we die wedstrijd kunnen winnen, hé? Dat we hem gaan winnen, zodoende dat is toch, dat we mogen zeggen, dat is toch een prijs dat we pakken. Hé? En wat er dan moest gebeuren in de eindronde, ja, dat zijn zorgen voor dan. Wij zorgen, dat zijn geen zorgen. Ja. We kunnen frank en vrij spelen en we zien waar dat we komen. Hé? Dus het is toch de bedoeling van Club Roeselaar om op korte termijn zelfs terug de stap naar Eerste Provinciaal te zetten. En er zal geen andere mogelijkheid zijn nu, want die kustreeks waar we nu in spelen is in feite voor ons trainers, spelers, is dat hetzelfde. 2B of 2A. Maar natuurlijk naar inkomsten toe, naar publieke belangstelling, naar belevingen en entourages, zijn die kustploegen veel minder aantrekkelijk. Ik weet niet hoeveel ploegen dat je hier gezien hebt met een beetje volk mee. Hè. Dus ik heb Blankenberg al veel aan het werk gezien, want die speelden iedere week tegen de ploeg dat wij de week erop hadden. Dus ik heb in de scouting, ja, denk 7-8 keer al aan het werk gezien. Blankenberg heeft wel wat volk mee, hè. Dat kan ik nu al wel zeggen. Dus en zelfs luidruchtig volk. Maar ja, kijk, bref, wij spelen onthoofd al weken. In die zin dat de omschakeling balverlies, balbezit loopt iets moeizamer. Hè, door twee balvaste spelers als Simon van Tuin en Glenn van Oplinus, die er niet bij zijn. En die er niet meer gaan bij zijn ook dit jaar. Misschien Glenn nog in een eventuele eindronde. Dus nu staan daar jonge gasten, hè, waar dat ik veel vertrouwen in heb. Hè, die enorm gegroeid zijn dit jaar. Die het goed doen. Maar natuurlijk, in wedstrijden waar dat het moeilijk gaat. Ze hebben een keer een tegenslag, ze hebben een keer een slechte controle, ze hebben een keer een slechte pas. Die gaan dat minder op van zich afzetten en die denken dan direct, we zijn slecht bezig, terwijl dat zo niet is. Dus, maar die jongens weten dat ze het vertrouwen krijgen voor het moment. En ik heb er totaal geen probleem mee. Dat is natuurlijk, dat is werken met een kleine kern. Het is een bewuste keuze dat we gemaakt hebben, vooral een budgettaire keuze ook. We werken met jongeren en we gaan blijven werken met jongeren. En de jongeren weten al dat ze hier hun kansen krijgen. Hè. En ze gaan die volgend jaar ook krijgen. Dat staat buiten discussie. Ik hoop alleen dat seizoen bekroond wordt met een prijs en dat we de eindronde kunnen halen. Dank u wel voor deze toelichting, Peter. En hopelijk kunnen we volgende week zondag hier in de kantine het eindronde ticket vieren. We gaan dat met plezier doen, hier, Ronnie. Ja.